vriend? Ja, ja, oké. Wanneer? Morgen. Morgen is dit. Vandaag gebakken aardappels met kipkluifjes en spinazie. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ben koffie aan het drinken. Ik ga zo ontbijten en daarna door naar mijn werk. Hallo, ik ben net terug van mijn werk. Ik ben aan het eten. Ik heb al sperziebootjes op en een boomstammetje. En nu nog aardappels. Maar die heeft Sanne gebracht. Die ga ik nu ophalen. Daar ligt die. Goedendag beste kijkers, daar zijn we weer met het jaarlijke traditie van het eetmenu. Wij eten vandaag gekookte aardappels met daarbij een schnitzel. Schnitzel toch? Vis, lekkerbekje. Oh, een lekkerbekje voor de verandering met wat voor groenten? Rode witte bonen in tomatensaus. En rode bonen in de witte tomatensaus, dat zou heerlijk smaken. Eet smakelijk! Ja. Of niet? Aan de kunst van Kevin. Nou, hartstikke goed. Ja, kijk. Zij is er wel tevreden voor de croissantjes. Goed bezig. Ja, heel goed. Ik heb zelf gemaakt een croissantje. Blik verkeerd opengemaakt. Eenmaal. Heel veel last van. Nu richting Lappenwel. Ja? Ga zo. Lopen richting Lappenwel dan? Ja. Wat zei je? Nee, ik zei niks. Wat zei je? Ik zeg lopen richting Lappenwel dan. Ja. Veel meer niet toegestaan, hè? Waar staat dat? In de regels. Waar? Ik weet niet, maar met het diamantje. Oké.
Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ben net wakker, ik heb net koffie gezet en boterham gesmeerd. En ik ga zo werken bij Magnolia. Ik ga eerst koffie drinken en eten. En ik ben de standaard van mijn camera kwijt, maar die ga ik zoeken en ik hoop dat ik hem snel vind. Zodat ik de camera kan neerzetten en goed kan vloggen hoe ik, wat ik inpak. Wat hou je aan? Kan gewoon lopen. Half. Wat staat op mijn vlog? Ik moet even Moenie knuffen, want je zus moet ik wel lopen, zeker? Ja, ja. Kan mijn Moenie zo achterlaten. Zal ik knuffen. Pamela, in april staat er ergens een brooddienst. Ja, ik zie het, ja. Moet vertel maar wat er aan de hand is. Maar meestal staat ze toch bij van camera vertellen. Ja. Er staat ook een W bij mij op een dienst. Ik sta er lang aan. Oké. Goedendag, beste kijkers. Jullie beste vlogger, Kevin Lucas, die de grappenmaker van alle vloggers in Nederland, die heeft vandaag iets meegemaakt. Zal ik je vertellen wat? Ik was vandaag op werk. Ik werk op een hele mooie stuk terrein van Paters, met Klommershoeven, Laat Praten, maar een brouwers bier, maar hebben ze ook een kaaskelder. Dus ik moest vandaag in die hele mooie kaaskelder staan. Een blok van 25 kilo moest ik poetsen. Maar die was zwaar voor die jongen, 25 kilo. Hou je snavel, ik moet vertellen tegen de kijkers. Dus toen was het dus vettig, de kaasje. Te vettig. En toen wou ik hem nog poetsen en optellen, maar toen gleed hij zo tegen mijn knie aan. En nu is mijn knie geblesseerd. En nu heb ik een hele tussenmededeling. Ik half niet kan lopen. Heel moeilijk. Dus ze hebben vandaag goed voor mij gezorgd. Dus hier één grote family. Ik raad het allemaal hier te komen wonen. Jij was einde van de tafel. Ik ben de hoofd van de tafel. Ja, en ik heb het einde van de tafel. Dus dan ben ik alsnog de baas. Ja. Ja, 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 ja. Waarom niet? Nee, mijn toon even. Wat zeg je? Mijn toon wel, hè. Zwaar geblesseerd toon. Daar geloof ik helemaal niks van. Dat was erg dan uitgekomen. Daar geloof ik helemaal niks van. Nee. Waar is mijn chocoladereep? Wat? Mijn chocoladereep. Wat zit daar in de tuiven? Hadden wij een weddenschap? Ja. Ja. Volgens mij staat het zelfs nog op camera. Of niet? Nee, volgens mij niet. Ik heb niet eens een weddenschap gehad en ik heb wel een chocoladereep gekregen. Niet aan die voet! Niet aan die voet! Zeg maar, ga je mensen geven of niet? Ja, ja, kan je wanneer? Morgen. Morgen is dinsdag. Ja. Ja. 50 piek heb ik op de rekening. We moeten toch boodschappen doen samen. Oké. Okay. Ik wil een lekkere chocoladereep. Ja, maar moeten we toch boodschappen doen? Ja, dan koop ik een lekkere chocoladereep voor mij. Ja, morgen. Ja? Nee, nee, nee. Ik zeg dat je een hele lekker kreeg tegen die zenuw. Weet je dat zeker? Ik geloof er helemaal niks van. Heb ik zweer. Heb ik gezegd. Ik zweer, heb ik gezegd aan zenuw. Wir sind hier im Kurhaus und fährt der Zug bei einer Therapieeinfahrt.